Want we maken een nieuw programma, het heet Smaken Verschillen. Hij valt lekker smeug op de tong. Moeten we nog wat afrekenen? Hey, hallo kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Mijn naam is Joost. Hey, hallo kijkers, mijn hele naam is Niels Oosthoek. Zo'n teringleider, gasten, ja. Maar vertel wat we hier doen. Nou, we staan voor het vrij populaire foodtruck festival in Amsterdam, Rollende Keukens. Ja. Heerlijk eten, maar wel een redelijk hoge prijs moet je ervoor betalen. Echt zwaar overprijs. Dus wij hebben bedacht, als we al deze lekkernijen tot ons willen nemen, dan moeten wij gewoon weer een goed plan hebben. En dit keer zijn we van een programma van SBS, wat eten test, genaamd. Smaken verschillen. Juist. Ja, zelf bedacht. Dankjewel, hele goede naam. ja, wat we gaan doen, we gaan gewoon even kijken, de kracht van de camera, werkt dat nog? Zijn mensen overdonderd? Geven ze dat etentje aan ons gratis weg? Als ze zeggen dat we even de kwaliteit gaan testen. We gaan het zien. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb in ieder geval honger. Laten we gaan. Ja, is ja, goed. Toch? Doei, Joost. Ja, later. Oké, okay, ik ben de presentator. Joost, jij bent de regisseur. Ja, ik kom mensen inleiden dat wij komen draaien en dan is het eigenlijk de hele show voor jou. En om je gratis foto's zien te fixen. Ja, dus jij zegt gewoon even, hey yo, vinden jullie het oké als we even filmen voor een programma van SBS? Dat is precies. Beetje leverage. Goed. Ja, oké. Okay. Doe maar die grill. Deze? Ja. Is cool. Ja? Hey, yo, dit is Niels. Hi, Niels. Hey, presentator. Hey, wij vroegen ons af, want we maken een nieuw programma, het heet Smaken Verschillen. Ja, maar wat is de strekking van Smaken Verschillen? Ja, zeg maar, wij proeven heel veel verschillende soorten keukens. Niels hier is kok, ja. En kenner dus, en presentator van het programma. En hij behoort het. Vind je het goed als ik jouw tent erin meeneem? Ja, natuurlijk. Ja? We gaan jullie proeven. We doen een stukje steak. Ja, maar komen wij even lekker aanlopen, komt die cameraman, draait hem. Weet je wel, echt voor het programmaatje, we gaan hem nog even goed maken. Ja. Ja? En we hebben net natuurlijk heerlijk thuis gegeten. En nu staan we hier naast een wood grill. Ze hebben hier, naar horen zeggen, ontzettend lekkere stukken vlees. Dus dat gaan we testen vandaag. Tegen prijs van 11 euro. Dat is toch wel een soort gemiddelde prijs tegenwoordig bij elk foodtruck festival. Ik sta hier naast Quirijn, dat is de eigenaar van Wood Pizza & Grill, moet ik zeggen. Ik heb wat bezoekers hier gesproken en wat hun opvalt is dat de afgelopen jaren de prijzen van allerlei soorten voedsel steeds omhoog is gedreven, als het ware. De kosten gaan enorm omhoog, elk jaar weer, voor ons als cateraars ook. We zorgen dat het vlees van goede leveranciers komen, van bijvoorbeeld de Lindhof, jou niet onbekend nee, als chef, nee, denk ik. Maar dan vind ik alsnog dat als je bij ons 11 euro voor een steak betaalt, dan denk ik dat je bij ons spekkoper bent. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd geworden nu. Ja, 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 ja. Goed, ik heb vernomen dat het vlees nu klaar is, dus ja, ik heb er zin in. Kijk eens, oh, dat ziet er goed uit. En wat ligt hier allemaal op mijn bord? Je hebt hier gebakken zoete aardappel van de barbecue, venkelsalade gemarineerd met knoflookolie gebakken van de barbecue en een steak gemaakt van de barbecue met een mayonaise van crème fraîche en paprika poeder. En dat alles voor 11 euro? Alles voor 11 euro. Vind ik een scherpe prijs. Kijk. Ja, heel goed. Dank u wel. Zo. Nou, dan gaan we hem eens opeten. Goed rood van binnen, waar ik heel erg van hou. Voor mij echt een absolute 8,5. Er zit een hele pittige smaak aan, waar ik van hou. En hij valt lekker smeug op de tong. Dat is wat je eigenlijk wil verwachten van een goede steak. En waar ze heel vaak de fout in gaan, is dat ze hem te lang. Ja, gewoon een schoenvol, zeg maar. Precies. Maar nu is de vraag nog, krijgen we het gratis? Ja. Dat is de vraag. Ja, ja, hartstikke bedankt voor je medewerker. Ja, hartstikke erg bedankt man. Echt top. Ja, super. Moeten we nog wat afrekenen? Nee. Oh, nee? Oh, top. Nou, super. Ja, heel erg bedankt. Oké, yo. Hoi. Oké. We hebben het serieus gratis gekregen. Ik ging ook stuk om jouw kop bij dat interview. Zo van ja. Geef mij die steek nou maar. Voel jij je niet een beetje schuldig? Ja, want ze zijn fucking nice. Ze zijn echt aardige gasten. We kunnen het nu overal hier nog gaan doen. Ja. Kijk, het kan. Voor mij, we hebben het nu bewezen. Het kan. Maar ik wil nu gewoon even terug en ik ga dat stukje vlees gaan betalen bij me. Je hebt helemaal gelijk. Toch? Ik ben het helemaal met je eens. Het was oprecht gewoon super lekker. Hij maakt een stukje vlees, hij hoort geld te verdienen. Klaar. Ja,
Hey, Pirijn. Ja. Hey man. Hey. Hey. Zijn jullie weer terug? Ja, moet je even iets bekennen. Oh. We zijn helemaal niet van de smaken verschillen. Oh. Maar wij hebben een programma dat heet Gierig Gasten. Oké. Okay. En we kijken met wat voor trucjes je dingen gratis kan krijgen. Maar we lopen net weg en ik krijg het gewoon niet over mijn hart om die 11 euro niet te betalen op deze manier. Okay. Omdat het ook oprecht een lekker stuk vlees was. Ja, dankjewel. En ja, door je geld voor te verdienen. Ben je gewoon belazen? Ja, ja, ben belazen. Even in de maling genomen. Maar hij introduceert me ook als kok. Ja. Terwijl ik echt helemaal geen verstand heb. Ik voel ook helemaal geen kok. Nee, nee. Dus excuus man. Sorry. Ja, 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 sorry. Ja, ik vond het wel leuk eigenlijk. Oké. Okay. Gewoon geen kant tegen een eentje hoor. Ja? Ja. Oké, okay, gelukkig. Helemaal goed. En klaar. Dankjewel. Betaald. Top. Ja, sorry jongens. Nee. Succes nog even, werk ze. Ja, yo, hoi. Ja. Voor ons werkt het trucje, daar ging het ons om. En dat is denk ik belangrijker dan het daadwerkelijk benadelen van mensen. Dus dit was hem voor deze week. Gierig Gasten, bedankt voor het kijken. Like de aflevering als je de truc vet vond. En abonneer ook even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Volgende week zijn we er weer bij. Later!